Hallo lieve boogschutter, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 46, 14 november tot en met 20 november. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve boogschutter, we gaan eens kijken naar jouw hoofdthema. Oké. Ik heb het gevoel, zeg maar, dat je wat meer tijd voor jezelf gaat vrijmaken. En meer tijd voor vrienden, familie en kennissen. Ik heb het gevoel dat je voor een nieuw begin staat. En dat je echt je vleugels gaat uitspreiden. Want je wilt weg uit bepaalde situaties of je wilt weg uit bepaalde drama's. Lieve boogschutter, we gaan eens even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de boogschutter deze week verwachten? Oké, eens even kijken. Ik merk dat je bezig gaat met gewoontes te veranderen, zodat je echt een nieuwe start krijgt. Daarnaast zie ik ook, zeg maar, dat je meer wilt groeien en meer wilt opbloeien en echt helemaal tot jezelf wilt komen. En je hebt de eerste zaadjes al geplant, dus je bent op de goede weg. Geef jezelf ook de knuffels die je nodig hebt. En voor een aantal van jullie zou het ook staan voor een nieuwe start omtrent een opleiding of nieuw werk. Daarnaast zie ik ook dat je zelf aan het healen bent om zaken los te kunnen laten. En ja, je bent echt bezig voor lange termijn. Dus heb nog even geduld, want het komt allemaal naar je toe. We gaan eens kijken naar een mooie positieve boodschap die ik jou nog mag meegeven. Ja, wat ik al zei, je bent de zaak aan het loslaten. Dus kijk eens goed naar wie of wat mag ik gaan vergeven om daarna weer verder te kunnen. Lieve boogschutter, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Wil je graag verder ontwikkelen? Dat kan. 11 november is er een workshop bij je was. 19 november is er een spirituele beurs in Dronten. Je bent van harte welkom. En 11 januari start de opleiding mediumschap. Wil je nou wat anders doen? Kijk even op mijn website of op de Facebookpagina. En zie daar nog meer leuke workshops en opleidingen. Wil je echt een 1-op-1 reading? Ook dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Lieve boogschutter, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En wie weet, tot de volgende keer.